We zouden de Thundermonitor iets gezien hebben. Oeh. Bedankt voor de tv. En waar is de pizza die in die doos zat? Dit is de ergste dag van mijn leven. Het wordt nog veel erger als mama erachter komt dat we hebben gelogen over de training en onze felgekleurde meubels hebben laten jatten. Wow. Waar zijn onze spullen? Zoon, we zijn beroofd. En ja, ze hebben de pizza meegenomen. Barbaren! Maar dat kan toch niet? Jullie waren hier de hele dag aan het trainen. Ja, want dat was echt geen leugen. Waarom ruikt het hier naar biospopcorn? Dat is geen popcorn. Dat is paps luchtje. Het is een boterige Europese geur. La beauté. Hou op, ik heb jullie bij de film gezien. Goed, Max. Je hebt ons betrapt. Maar we hebben een groter probleem. We moeten de dief vinden die onze spullen heeft gejat. Je kijkt naar hem. Jullie willen niet dat mam erachter komt. Dus om de meubels terug te krijgen, wil ik dat jullie mijn bediende worden. Hij heeft ons te pakken, Phoebe. Oké. Maar hey, hij laat ons tenminste geen maffe outfits dragen. Oh, je hebt een ladder in je panty. Ik draag geen panty. Stilte, bediende! Phoebe, je bent mijn butler, dus maak mijn bed op. Kom op, je bent toch geen prutler? En ik wil wat verse papieren, Chantal. Dat is mijn nieuwe naam voor jou. Ik wil het versnipperd hebben. Net als je waardigheid.